Wat ik nu vast heb is een stok met een waterpasje erin, een GPS-kastje. Dat meet zeg maar, de satellieten die allemaal in de lucht zitten. En dan heb ik hier een tablet. Daar heb ik een project op aangemaakt. En met die tablet kan ik dus de GPS-kastje bedienen. Om te zeggen van hier wil ik een meetpunt hebben. En 10 meter verder weer eentje. En dan haaks naar voren weer een. Ja, je hebt met die stok zet je neer. En dan heb je zeg maar de X-as en de Y-as en de Z-as. De X-as is bijvoorbeeld van noord naar zuid. De Y-as is van oost naar west. En de Z is van middelpunt van de aarde tot ergens boven in het heelal. En daarmee, dat geeft hij allemaal hier in het beeldscherm weer. En daar kun je mee op je kantoor je tekening maken. Nou, als je een tekening gemaakt hebt en je moet bijvoorbeeld ergens achter in de tuin een terrasje maken met een slingerpaadje, nou, dan kun je die bogen van dat slingerpaadje en dat terrasje, kun je al die punten gewoon uitzetten, zeg maar, met die stok, zonder dat er een meetband aan te pas komt. Dat is in zoverre makkelijk, want een meetband moet je met z'n tweeën zijn. Met die stok hoef je alleen maar alleen te zijn, of kun je alleen je werk doen.